uit het respect, darling. We zijn in Bauhaus en we zijn aan het kijken naar Bauhaus. We hebben net de boten gezien. En we zijn nu op een afdeling waar je ook kleding ziet. Hallo. Hallo. Hallo, madame. Oh ja, die mensen kijken me een beetje raar aan. Ik zit te praten in mezelf. Maar ja, dit is mijn eerste bezoek aan het Bauhaus. En ik moet zeggen dat het er echt heel erg goed uitziet. We gaan ook zometeen even naar de kantine, want ze hebben hier ook een kantine. Dus we gaan ook even proeven wat onze Duitse vrienden voor ons in petto hebben. Maar een superleuke zaak, erg groot. Ik denk dat je er echt een paar uurtjes voor moet uittrekken om lekker rond te kijken. Dit is de afdeling voor, ja, voor mannen. Hier kun je stoere shirts kopen. Deze kost 8,50 of 17,50. Hele goede kwaliteit. En natuurlijk de werkbroeken voor schilders en klusjesmannen. Ja, je vindt het hier allemaal. Het ziet er echt erg goed uit. Super, super topzaak. Verder vind je in Bauhaus eigenlijk alles wat je ook bij anderen vindt. Maar niet alles. Zoals we gezien hebben, ze hebben hier ook boten en ja, dingen die mensen niet zouden verwachten bij een Bauhaus. Al die spullen heb je ook. Ook hengelaars kunnen hier lekker hun hart ophalen. Maar ook de andere kant ziet er. Het is ontzettend mooi, groot en overzichtelijk. Duitse Pünktlichkeit. Wat is een Bauhaus zonder een kantine? Yep. Je kunt hier ook lekker eten. Laten we kijken wat er allemaal is. Dit is das Bauhaus Café. En hier kent u koffie drinken en wat essen. Yep, dit is de Bauhaus restauratie. Kantine, hoe je het ook wil noemen. Je kunt er van die hele lekkere sausijzenbroodjes halen. Hele grote, van die jumbo sausijzenbroodjes. Maar nog veel meer, echt van alles. Je kunt daar lekker zitten, lekker even wat eten. Vriendelijke bediening, super leuk. En ja, ik ga er zeker nog een keertje naartoe. Om daar even lekker even te genieten van heerlijke Duitse snacks. Jawel. De entourage ziet er goed uit. Er is gekozen voor een beetje modern open structuur. Aardige bediening. Lekkere koffie. En ik ga ervan genieten. We gaan nu even kijken naar de boten. Dit viel me echt op. Hele toffe, grote, mooie boten voor erg weinig geld. Als je kijkt naar dit bootje, zou je denken, dit is een boot van 20.000, 30.000 euro. Maar zoals je kunt zien, de Basic is al te koop voor nog geen 7.000 euro. Heb je al een prachtige boot. Uiteraard zul je bij deze boot ook een motor nodig hebben. Maar die kun je ook bij Bauhaus krijgen. Want een Tomahawk motor bijpassend is hier ook voor deze boot verkrijgbaar. Het is gemaakt van solide polyester, dubbelwandig. En ja, ik als botenkenner stond er echt van te kijken om zo een prachtig mooi bootje te zien voor zo weinig geld. Dit zijn de bootjes die je meestal ziet varen en waarvan je denkt dat die mensen een geldboompje in de tuin hebben groeien. Maar niks is meer waar. In Duitsland, bij Bauhaus en nou ook in Nederland kun je deze mooie, prachtige bootjes gewoon kopen voor weinig geld. Prachtige bootjes. We kijken even naar het stuur. Zoals je ziet, er zijn geen instrumenten ingebouwd. Daar is een beetje op bezuinigd. Maar uiteraard kun je zelf je diepte meten, et cetera. Snelheidsmeter, zelf laten installeren. Het is polyester, je kunt er makkelijk in monteren. Het ziet er echt erg goed uit. Je moet echt zeker even langs Bauhaus gaan als jij een botenfreak bent. We kijken eventjes naar het voordekje van deze boot. Zoals je kunt zien kun je er met 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen gezellig zitten. Terwijl de kapitein je het meer laat zien. Maar als we verder kijken, dan zien we een nog veel groter schip. En dit is echt een joekel. Dit is echt een jacht waar je ook lekker in kunt slapen. En je zult je afvragen, ja, zo'n jacht, dat kost zeker wel heel erg duur. Nou, vergis je niet, deze GFK-boot, ja, de Pegasus 550, die kun je al kopen
voor nog geen... Ik kan het niet zo goed lezen. Nou, u ziet er daar zelf die prijs. We kijken even in de cabine. Zoals je ziet, je kunt lekker op het achterdekje met de kapitein chillen. Maar je kunt ook naar binnen en lekker slapen. Dit is een close-up van de ingang. Heel erg ergonomisch en erg prachtig mooi. En dat voor zo weinig geld. Zoals je kunt zien, hier zijn wel de lichten en wat instrumenten ingebouwd. Dus dat zit bij de prijs inbegrepen. En dat ziet er ontzettend, ontzettend mooi uit. Je moet zeker een keertje gaan kijken bij Bauhaus in Groningen. We kijken hier even naar de specificaties van de Pegasus 550. Lees even met me mee. Super specs voor zo'n prachtige mooie boot. En boten van dit kaliber, andere merken, die kosten al gauw 30, 40, 50.000 euro. We kijken nog even naar de voorkant van deze boot. En dit is echt een jacht, klein jachtje, waar je graag gezien mee wilt worden. Spliksplinternieuw voor nog geen 17.000 euro. Uiteraard kun je ook het trapje gebruiken als je lekker gaat zwemmen om de boot in en uit te gaan. Dus dat wordt geen klimpartijen. Ook ouderen kunnen gebruik maken van deze boot. En we kijken nog even naar de voorkant. Ik vind het echt een prachtig, prachtig mooie boot. Ik zou hem heel graag willen hebben. Ik vind hem echt fantastisch. Wat een boot. En voor zo weinig geld. Bauhaus in Groningen. Ga een keer kijken. Uiteraard kunnen kanoroeiers en mensen met meer zeg maar spierballen kunnen gaan voor een rubberbootje. Die heb je al voor 49 euro. En het zijn van de goede kwaliteit boten. Maar ook hengelaars en vissers kunnen hier terecht voor allerlei soort visgerij. En hier kunnen ze echt hun hart ophalen. Nee, maar gewoon even een dit is nog een bootje. Hier kun je gewoon een motortje achter zetten. Nou, 300 euro lijkt me echt niet erg veel geld voor een splinternieuwe rubberboot. Deze is een vistourbootje. En die heb je al voor 1495 of 85 euro. Ik kan niet zo goed lezen. Ook solide, dubbel polyester. Ziet er goed uit. Prachtig, prachtig mooi. 1485 euro kost die. En dit is de Pegasus 300 Basic Model. Het is een CFK boot. Dus ja, van erg goede kwaliteit. Hier kun je zien dat er een motor achter is gemonteerd. En daar gaan we nou even naar kijken. Dit zijn de Tohatsu motoren. En voor 1000 euro heb je een leuke splinter nieuwe Tohatsu 4-takt motor. Uiteraard wil je hier geen oude motor achterhangen achter zo'n prachtig nieuw mooi bootje. We kijken nog even naar de achterkant. Het is een super mooie boot. Voor je Pegasus heb je natuurlijk ook een motor nodig. Hier zie je een 15 pk voor 2399 euro, geheel nieuw, tot jouw beschikking. Zo ziet dat eruit. En dit is de visboot van Pegasus. Hier kun je lekker met een zonnedekje boven je hoofdje lekker vissen op het meer. Een super mooi bootje die er ook echt representatief uitziet. En dat voor deze prijs. Ook voor je visgerij moet je zijn bij Bauhaus in Groningen. Wat is een boot zonder een tank? De kunststoftanken zijn ook beschikbaar bij Bauhaus. We kijken vanaf het voordekje even naar de visboot. En je kunt zien dat het er heel erg mooi en comfortabel uitziet. Dit zijn de elektromotoren. Die kun je ook krijgen. En de prijzen variëren van 199 euro tot 200 en nog wat. Dus ja, altijd een leuke motor hier zo beschikbaar. Voor jouw Pegasus bootje. Hier kun je wat specificaties lezen. Dit is de andere motor. Die is weer wat duurder. En de allerduurste van 239 euro. Dit zijn elektromotoren. Uiteraard heb je daar ook een accu voor nodig.
Hier kun je ze zien. En hier kun je de accu's uitzoeken die jij wil gaan gebruiken voor jouw elektrobootmotor. Al met al, trailers, zoals je kunt zien, hier hebben we een hele mooie trailer voor de boot. Al erg goedkoop. En voor 100 euro meer heb je de grote trailer waar de grote boot op kan staan. Eigenlijk het jachtje, de Pegasus. Maar ook zij die van roeien houden, bij Bauhaus kun je van die roeikano's ook kopen. En ze waren erg goedkoop, dus ga ook even kijken bij Bauhaus. Zien er echt heel leuk uit en zijn opblaasbaar. Op jouw mooie Pegasus boot wil je natuurlijk ook een mooi anker hebben. Hier kun je ze uitzoeken, geheel vergroomde ankers in allerlei soorten en gewichten. Dit is de uitklap anker. Die klapt uit als je hem in het water gooit en bijt zich vast in de grond. Echt een sieraad voor je boot. Maar ook voor zij die het niet zoveel uitmaakt, kunnen goedkoper een ankertje kopen. En dat al vanaf 9,95. En dit zijn de niet vergroomde ankers. In allerlei soorten en maten. Als het nooit gaat zoals moet. Moet more zoals gaat. Ja, als het niet gaat zoals het gaat, dan moet het maar gaan zoals het gaat. Voldoende parkeerplaats bij Bauhaus. Dus kom gerust een keertje langs. En ik vond het leuk om er vandaag eventjes te vertoeven. Bauhaus, bedankt voor deze leuke spulletjes die jullie hebben. En tot een volgende video. Doei!